Ik ben Johan van der Velde. Ik ben buschauffeur bij Team Roompot Nederlandse Loterij. En ik kan u direct alle in- en outs van de bus laten zien. Dit zijn de zitplaatsen van de wielrenners, van de renners. En die hebben normaal gesproken geen vaste plaats. Iedereen mag er zitten waar dat hij wil. Hier hebben we de koffer, daar ligt de communicatie altijd in, de oortjes. Die moet iedere avond opgeladen worden en dat is natuurlijk mijn taak. We hebben ook een stoomoven. Dus als we lange verplaatsingen hebben, dat we renners wat eten op kunnen warmen voor de grote verplaatsingen. Er zijn hier eigenlijk de kastjes van de soigneurs, van de verzorgers. Die hebben allemaal muesli en bidon erbij voor de koers en na de koers. En dan hebben we hier we hebben twee douches waar je gemakkelijk in kunt staan. En als ik de generator aanzet, heb ik binnen 1 minuut kokend heet water. Dus dat is wel... Dat is wel heel fijn. Ik zal je in ieder geval laten zien. Ik doe natuurlijk iedere avond de koerskleren en de handdoeken in de wasmachine natuurlijk. Hebben we hier een stroomaggregaat. Dus we kunnen volledig zelf alles op stroom laten draaien. En aan de andere kant zit de schoonwatertank. 600 liter schoon water, dat kunnen we meenemen voor te douchen. Niet voor te drinken. We hebben nog een afvalcontainer met vuilwater. Het vuilwater van de douche gaat hierin. Het water van de wasbak binnen bij de keuken gaat hier ook in. Wat dat betreft zijn we van alle gemakken voorzien, komen we niks tekort. Ja, tot zover de rondleiding en bij ons team Roompot Nederlandse Loterij. En ik ga nu zelf ook de wedstrijd kijken.